hier zijn lopen. Leonie, dan dus bijvoorbeeld zeggen dan solderen en dan zegt zij wat wij moesten doen, zoals helpen bij het solderen. Maar dus ik had zoal een idee hoe dat we dat konden maken en dus ik probeerde het in de goede uit te leggen, maar ons Hannetje hier die begreep het niet. Nee. Maar uiteindelijk zijn we er toch wel uitgekomen en hadden we dezelfde ideeën. Maar was het gewoon een beetje anders gezegd. Dezelfde ideeën. Alleen een beetje anders uitgelegd en we begrepen elkaar niet zo goed. En daardoor kwam er een discussie. Dus we probeerden mijn idee een keertje uit en wat bleek, dat ging ook heel goed. En dus, ja. Uiteindelijk, als we het voor ons zagen, dan bleek het dat we hetzelfde idee hadden, maar gewoon heel anders uitgelegd. Het gemakkelijkst bleek door tekeningen te maken, zodat we goed konden zien hoe dat het er eigenlijk zou moeten uitzien. Ik en Leonie maakten allebei een tekening en bleek dat die wel heel hard op elkaar trokken. Dus, en zo bleken we vanuit die stappen dan alles aan elkaar te solderen, de vorm te brengen en... Wij hebben een vliegtuig gemaakt. Wij waren daarop gekomen. Wij vonden het allemaal wel plezant. Ik vond het wel moeilijk met die dikke draad. Dat was moeilijk te solderen.
Het solderen was wel leuk, maar ik heb er wel een paar keer verbrand. Maar dat is ook niet zo erg. Ik vond het leuk om te solderen. Want de windmolen, dat leek mij wel leuk. Het eerste dat we hebben gedaan is de wielen gemaakt en dan hebben we die gesoldeerd en dan hebben we ook hebben we uiteindelijk ook nog een bestuurdersplaats gemaakt, want ja, dat is nog wel logisch als je een auto maakt, denk ik. Ja, we moeten er zitten. Ik heb vooral gelegd en dat was wel de ene draad achter de andere draad. Ik vond het wel moeilijk met die dikke draad, dat was moeilijk te solderen. Dat duurde wel lang voordat dat warm werd en brok wel soms rap af. Er wilden meerdere mensen tezamen één taak doen en hebben die taken gewoon verdeeld. Op zich ging het wel goed, maar in het begin was het even met elkaar leren samenwerken en zo.
Het solderen die vooral Joris en Silvio, ik die vooral de opkuis en de rechten. En we hadden ook zilveren draad en daar konden we moeilijker mee solderen. Dus daarmee hebben we op zoek moeten gaan naar andere draad. En het was redelijk plezant. Ik vond het wel plezant, want we moesten eerst even werken en dan kregen we zo'n heel mooi resultaat. We hebben ook 12 keer moeten sorteren, waarvan de meester een klein beetje heeft geholpen. En dat was wel tof. In het begin geleerd dat we moesten solderen en ik had dat ook voordien nog nooit gedaan en dat was wel tof. We moesten ook veel langer de soldeerbout tegen de draad houden, omdat dat dikke draad was. Dus dat duurde wel even. Het strippen, dat was ook wel, ja, dat had ik ook nog niet gedaan. Dat was ook wel plezant om dat te weten en zo. En dat was soms ook wel moeilijk om zo, want je moest dat dan vasthouden bij dat die andere soldeerde. En ja, als het dan soms niet lukte, dat was wel irritant. En als ik dat moest verstaan, dan trilde ik constant. Vaak als we ene kant soldeerden, dan kwam de andere los. En dat was waarschijnlijk omdat we iets te veel druk zetten op die kant. We hebben een camera gemaakt. Ik vond het heel leuk met solderen. Maar we hebben een beetje moeilijkheden gehad met het statief, want deze poot die bleef soms, die ging eraf meestal af. En ik heb geleerd hoe je moet solderen en strippen. Thank you.
Het was wel een beetje moeilijk op het ene moment, op het andere moment wel wat makkelijker. We hebben wel heel veel soldeersel gebruikt, maar het is uiteindelijk gelukt. Dus. We hebben dus een raceauto gemaakt, maar niet zomaar een iets oudere raceauto. Dat is dus zo'n raceauto van vroeger. Het was niet altijd even simpel om dat te maken. Soms hebben we wel eens wat problemen gehad. Bij de wielen hebben wij soms problemen gehad en bij die dingen aan de kant. Het solderen was best wel moeilijk, omdat sommige stukken koper waren dik en daarom kon je die moeilijk buigen. En eigenlijk is ook moeilijk aan elkaar gesoldeerd. En soms verbrand je u terwijl je aan het solderen bent en dat kan wel redelijk pijn doen. In het begin was het wel moeilijk, omdat we dan niet wisten hoe we er moesten aan beginnen. Maar na een tijdje ging het beter en toen lukte het. Samenwerken was in het begin niet altijd gemakkelijk. Er waren soms zo discussies over hoe dat we het gingen doen en wat dat we gingen maken ook. En dan zijn we er toch wel altijd uitgekomen en ja, we zijn dan uiteindelijk toch tot iets leuks gekomen. De solderen was ook wel soms moeilijk. Je hebt voor de wielen soms 3 of 4 mensen nodig. Ja, zoiets alleen maken, dat lukt echt niet. Je moet echt wel met meerdere mensen zijn. We hebben een spotgraai gemaakt uit de film The Hunger Games. Dat is een meisje uit de film en die heeft dat gekocht. Allee, die heeft dat genomen en die heeft dat dan tijdens de Hunger Games opgehad voor geluk. En in een van de eerste lessen, dan moest iedereen uit de klas zijn ideeën vertellen aan elkaar. En we zijn dan tijdens de volgende lessen gaan samenzitten met een groepje, want we hadden allemaal dezelfde idee om de spotgraai te maken. En dat hebben we dan gedaan. In de tweede film heeft ze ook de speld meegenomen en daardoor is hij ook een beetje misvormd. Eerst zijn we begonnen met een cirkel, omdat het eenvoudigste is. En dan wij de bijl, maar de bijl moesten we opnieuw maken, omdat die poot een beetje mislukte. Dan zijn we aan de kop begonnen. En dat ging eigenlijk wel redelijk goed. En daarna het lichaam. En dan hebben we de vleugels gedaan. Dat was het moeilijkste van allemaal. En dat was ook veel soldeerwerk. Meneer Ossar had het idee om zo die veren te maken aan die vleugels. Maar dat was eigenlijk het allermoeilijkste. Omdat we dat dan zo precies even groot moesten doen en zo. Op het einde hebben we dan ook alle delen aan de cirkel vastgesoldeerd. En de cirkel was dan eigenlijk een beetje te groot, want die vleugel moest er zo bijna tegenkomen en die was veel te ver naar onder. Dus hebben we een stukje van die cirkel eruit geknipt en dat terug aan elkaar gesoldeerd. Alleen zo wel. Er was ook nog zo... Eerst hadden we dat oog niet gedaan, maar dat was dat zo leeg, want dan
ja, was dat precies geen vogel. Dus dan hebben we nog een oog geplooid en dat er dan nog aangesoldeerd. Was eigenlijk niet zo moeilijk te maken. In het begin moesten we nog wat denken over ja, hoe dat we het gingen maken en zo. Het idee kwam eigenlijk van Matthias. En ook met sommige draden, als je die verwarmt, dan komen er andere weer los en dan moest je die weer laten drogen. Allee, ja. Er waren ook problemen met een paar draden tegelijk aan elkaar solderen. Daar heeft meneer Rossaar ons vooral bij moeten helpen. De wieletjes hebben we een keer opnieuw moeten maken, omdat die eerst niet wilden draaien. Robben kan er nu niet bij zijn, want die heeft eigenlijk ook mee helpen maken. Robben heeft vooral de draad recht trekken. En ook tekeningen gemaakt. En ja, ook helpen vasthouden en zo. Ik en Kobe, we hebben gesoldeerd, ja. En Maxime, die heeft de draden gestript, samen met Matthias. De helikopter is een beetje misvormd, omdat we soms niet de manier vonden hoe dat we hem met de tang en zo moesten vasthouden. We hebben er wel veel werk aan gehad. Soms hier om te lassen. Solderen mislukte het soms, maar het is toch goed gelukt en we hebben goed samengewerkt. Soms kwam meneer Rossaro ons wel helpen als we iets niet wisten of zo. Want soms was dat heel moeilijk. Je ziet dat draaidingen, dat is wat te klein eigenlijk misschien voor de helikopter. Maar, ja. Daan kon het beste strippen. Sepp en ik die soldeerden meestal en Didi kon het beste met de tangen zo alles vasthouden voordat het gesoldeerd werd. Het was moeilijk ook want soms die iemand anders iets en als je dan moest vastpakken met de tangen, dan kon we ons niet goed stilhouden. Het project was wel leuk en we hebben veel samen moeten helpen om tot dit resultaat te komen. Ons werkje is gemaakt door Jolien Beniers, Laura Heijlen en Hanne Waterschoot. Wat hebben we gemaakt? We hebben een oude fiets van vroeger gemaakt en hij kan zelf rijden en sturen. Hoe zijn we op het idee gekomen? Het is eigenlijk het idee van mijn mama. Maar ik vond het wel een leuk idee, daarom hebben we dat gemaakt. Het was de bedoeling dat we de fiets konden laten rijden en laten sturen en dat is ook gelukt. Meneer Rossaar heeft ons best wel veel geholpen met het zadel en vooral met het stuur. Het stuur was moeilijk omdat we niet wisten hoe we het aan het stuur moesten vastmaken. Is het resultaat goed? Ja, ja, we zijn trots op ons werk. Alleen het voorwiel staat een klein beetje scheef. Daarom kan hij moeilijk blijven staan. Handen heeft vooral gestript en ik vooral gesoldeerd. En Laura allebei een beetje. Wij hebben hulp gevraagd voor het brilletje. De vorm ging vrij vlot. De stekels waren veel werk. Toen we het de eerste keer uit de doos haalden, was het soldeersel niet sterk genoeg en was het draadje losgekomen. Dus hebben we gekozen om een muis te maken. Onze muis heeft maar 3 poten, omdat hij in het leger heeft gezeten en in de oorlog is hij een poot verloren. En we hebben hem springpoten gegeven, omdat hij dan beter op de vijanden kan springen. En in dit geval de ratten. Het zijn rossaarpoten.
Omdat onze leerkracht Rossaar noemt, meneer Rossaar. En dit hier is, ja, dat dachten we gewoon er nog bij te doen. Want ja, dat leek ons leuk met zo'n staartje erop. En dat geeft ook een teken van, ja, het is een UFO. Voilà, je vliegt. En wat ook nog leuk was, de aliens zelf hebben ons ook ermee nog geholpen. Maar ze zijn al nu al terug naar hun planeet Subra. Dus ja. Wat wel een beetje vervelend was, was dat die aliens een andere taal spraken. Maar gelukkig spreekt onze Isnaurier Subraans. Dus hij kon ons uitleggen dus wat ze zeiden. En zo wisten we. Dus zij hadden ons ook geholpen. Maar ze hebben ons veel meer zelfstandiger laten werken dan zij met ons te helpen. Ze hebben ja, gewoon foto getrokken van een eigen UFO en dan ons laten zien. En soms ja, gaven ze ons tips en ja, iets langer vertaalden ze dan. En dan konden we verder werken als we ergens vast zaten. We hebben dus een raceauto gemaakt, maar niet zomaar een iets oudere raceauto. Ja, het is dus zo'n raceauto van vroeger. Het was niet altijd even simpel om dat te maken. Soms hebben we wel eens wat problemen gehad. Bij de wielen hebben wij soms problemen gehad en bij die dingetjes aan de kant. Het was leuk, maar ook moeilijk. Soms als we dit al zo moesten vastmaken, dat was niet altijd even simpel, want dat vloedde er dan zo soms van. En ja, dan moest dat weer opnieuw. En met deze dingetjes hebben we soms ook wel wat problemen gehad, dat we dat een paar keer opnieuw moesten doen, omdat dat niet lukte. We hebben een computer gemaakt, omdat ons dat ja, wel interesseerde. We zijn ook vaak bezig op de computer. En ja, het solderen ging niet altijd even makkelijk. Soms kwamen er dingen los, maar daar kan Joris u zeker meer over vertellen. Vaak als we ene kant soldeerden, dan kwam de andere los. En dat was waarschijnlijk omdat we iets te veel druk zetten op die kant. Op het einde van de les hebben we ook elk ons eigen talent dan eigenlijk ontdekt. Bella kon heel goed strippen. Allee, de draad strippen. Ik vormde dan de figuurtjes. En terwijl ik alles bij elkaar hield, heb ik alles gesoldeerd. Allee, heb ik het meeste gesoldeerd. En zo heeft iedereen zijn ding gedaan. Dat was heel tof om te doen. En we hebben heel goed leren samenwerken. In het begin ging dat niet zo vlot, maar dan uiteindelijk door elkaar een beetje te helpen, is dat heel goed gelukt. Zijn we tot het resultaat gekomen. Ik vind dat goed is gelukt. Dit hier, dat is wat moeilijk gegaan voor deze twee aan elkaar te solderen. En meneer Rossaar heeft ons ook wel soms geholpen. In het begin was het ook wel even wennen wie wat ging doen. Maar deze les en vorige les ging dat al wat beter. Solderen, dat heb vooral ik en Ruben gedaan. En Jelle en Len hebben ons dan geholpen. We hebben een auto gesoldeerd, maar het was niet zo gemakkelijk. Want zoals je ziet zijn de voorste spaken en de achterste spaken anders. Want de voorste spaken hadden we dat gezien, zoals hier. Als we daar solderen, gaat dat toch loskomen. Maar in de achterste spaken hadden we daar niet op gelet en hebben we dat dan anders gedaan. Eerst wel een vliegtuig maken, maar dat was nogal moeilijk, dus gingen we toch voor de auto. Zijn we daar aan beginnen te werken en dan ging het wel vanzelf. Alle wielen verschillen van grootte, zowel aan de voorkant als aan de achterkant. Nee, dat was eigenlijk per ongeluk en daardoor rijdt hij eigenlijk vanzelf een beetje. En we hebben ook gemerkt dat we goed moesten samenwerken, want alleen ging dat niet. Iemand moest vasthouden en iemand moest strippen, iemand moest solderen. Iedereen die, we wisselden altijd wel af. De ene soldeerde niet, de andere stripte niet. Ik kan ook rijden, half, even maar. Zou gestaan.
We hebben een auto gemaakt voor gehandicapte mensen. We respecteerden handicappen. Er was eens een handicap die in zijn auto reed. Hij had een accident. En die heeft overleden. Wij wilden eerst iets anders maken, maar het was een beetje moeilijk. En, dus... en dan hebben wij iets eenvoudigs gepakt. Ja, ik was wel zo, in het begin was het moeilijk om zo te solderen, maar achteraf lukte dat wel. Het was wel een beetje raar dat je dat zo de hele tijd krom moest doen, dat dat echt leek dat hij een ongeval had. Hallo, we hebben een autoboot gemaakt. Hij kan varen op water. Hij kan varen op water omdat hij geen wielen heeft en goed drijft hij. En omdat het een stille winter was, heeft hij geen dak. En ook geen stuur en ook geen lamp. En ook geen deur, want anders loopt er water in. Dus moeten we langs boven de ring kruipen. Met een automatische piloot. Stuurt vanzelf. En dus wij hebben een boekentas gemaakt van het merk Les. L van Lieselot, E van Emma en S van Sophie. Ja, maar toen we soldeerden gingen er soms een paar dingen los en dat was wel irritant. Want dan moesten we dat terug opnieuw doen en zo. Oh god. Ik vond het leukste het solderen. Omdat je dan zo, ja... Je mocht dat eraf snijden en dan moet je dat erop lijmen, zeg maar. We hebben voor een boekentas gekozen omdat we dat wel iets leuks vonden om te doen. Omdat we niet echt iets anders wisten. En een boekentas, ja, dat konden we ook maken. Dus dan hebben we dat maar genomen. Ja. Er is wel wat mee gebeurd. Ja, want dan, ja. Het handvat ging er niet echt op. En de draden staan een beetje scheef. Draad. Ja, de koperdraad. We hebben vooral wat geleerd uit het samenwerken. Yes. En in het begin was dat een beetje moeilijker, omdat je elkaar dan nog niet zo goed kent, maar nu wel. Ja, en ook zo... Lieselot moest solderen en dan moesten wij... Lieselot moest strippen en wij moesten solderen. En dan was dat zo wel apart. En we wisselden elkaar eens af. Zo. Ja. En af en toe heeft meneer Rossaar ons wel moeten helpen, want het lukte niet altijd zo goed. Nee, want dan hadden we iets aan het solderen, maar dan moest er nog iets extra vastgehouden worden met een tang. En dan hielp meneer Rossaar ons. We hebben voor snowboarden en BMX'en gekozen, omdat dat ons wel interesseert. Eerst moest dat, normaal gezien moest dat een longboard worden, dat is een soort skateboard. Maar de wielen lukten niet, dus we hebben er een snowboard van gemaakt. We hebben ook gemerkt tijdens het samenwerken dat het niet altijd echt gelukt. Dus als we een probleem hadden, hadden we ook gemerkt dat je dat niet met één moet doen, maar met verschillende. Er samen aan moet werken aan het probleem. Dus in het begin ging ik strippen en de rest solderen en de wielen maken van de BMX. En na de BMX zijn we aan de soort berg begonnen. Ik was een week niet op school, dus heb ik een stukje gemist van wat Silder al had gemaakt. Dat was wel spijtig, want zonder hem was het misschien sneller klaar geweest. Zonder. Met hem, sorry. Ja. Sorry, met hem. Was een schoenbroek, die berg, dat was wel de moeite om dat te maken. En het was een beetje moeilijk, omdat dat uit elkaar bleef vallen. Dus ja.
Bij ons was het moeilijk om dit hier zo aan elkaar te lassen, want overal waar je last begint dat te smelten aan de andere kant en zo. Het was moeilijk om die, dat ijzer hier tussen dat andere ijzer te krijgen, om de vorm te geven. Is dat ijzer dat je gebruikt? Koperdraad. Koper. We wilden eerst hier zo gans toemaken en we wilden er nog mannetjes zetten, maar dat lukte dan niet goed. Dus dan hebben we dat niet gedaan. En de draadjes wisten we ook niet in het begin. En dan hebben we dat gevraagd aan u. En dan, ja, nu over aan Cedric. Ik vond het heel tof, solderen. En, maar het was wel moeilijk, omdat je die stukken aan elkaar moest doen. En dat komt telkens aan de andere kant los. Hallo allemaal, we hebben een piano gemaakt met daarboven een notenbalk. Ik vind het goed gelukt, alleen zag het in mijn hoofd er wel iets anders uit, maar ik ben toch wel blij met het resultaat. Normaal gingen we eerst een pretpark, zoiets in de aard maken, maar toen kwam meneer Rosara met het idee voor toch iets met muziek te doen. En ja. We hebben een piano gemaakt, omdat wij alle drie muziek doen en... Ja, ik vind het wel mooi gelukt en ik vond het leuk om te solderen en de vormpjes te maken. Ja, ik vond het ook wel leuk om zo eigenlijk er kennis mee te maken, want ik had het nog nooit gedaan. En ja, ik vond het leuk om te solderen en ja, ik vond alles eigenlijk wel redelijk leuk. Dingen die je bijgeleerd hebt? Het niet vasthouden. Ja. De koperdraad niet vasthouden als ze aan het solderen zijn. Ja. Omdat dat warm kan zijn. Omdat je dan verbrandt. Ja. Ah, wie heeft dus ik verbrand? Ik. Wij hebben een achtbaan gemaakt en we zijn op dat idee gekomen. Want we hebben allemaal ideetjes op een blad getekend. En dan vonden we dat het interessantste. En ook omdat we, als we in een pretpark zijn, het ons lievelingsattractie is. Ik vond dat heel leuk om te maken en we hebben ook een karretje gemaakt. Normaal was het de bedoeling om dat hier op te solderen, maar omdat dactylolessen waren, konden we dat niet meer doen. Het kostte vrij veel tijd voor al die spoortjes eraan vast te maken. Dwarsliggers eraan vast te maken. Maar het was ook wel vrij moeilijk om ze soms aan beide kanten te kunnen vastmaken. Het was wel wat moeilijk om de vorm erin te krijgen. Het was ook wel moeilijk dat we de hele tijd de dwarsliggers moesten meten hoeveel centimeter dat was. En deze dingen dienen er dan voor om dat stevig te houden. Dingen die je geleerd hebt tijdens het werken? Ja, om handig te zijn voor die dingen goed juiste afstand te doen en dat dat niet te kort of te lang is. En ook dat we zo voorzichtig moeten zijn met het solderen, want dat is heel warm en als dat dan op u komt, dan kunnen we naar het spoed gaan. Dit is Togak, dit is onze zelfgemaakte Middeleeuwse krijger. We hebben ook veel wapens voor hem gemaakt, waaronder een zwaard, deze strijdspijl en dan nog deze lans. De bedoeling was om eigenlijk een soldaat te maken die van alle soorten wapens vast kon houden in zijn handen, waarmee hij dan ja, kon strijden. En het is ons ook gelukt. Nu heeft hij bijvoorbeeld de knots vast. En de lans. Het haar hebben wij gemaakt van hele fijne koperdraadjes. Net zoals deze knots. En de lans hebben we gemaakt door ook gewoon één heel lange koperdraad. En dan het einde het puntje mooi fijn gemaakt. Hoe heb je dat puntje fijn gemaakt? Door we hebben dat eerst gesoldeerd en dan hebben we het fijn geklopt. Het moeilijkste van heel de opdracht vonden we toch het solderen. Omdat het is toch nog altijd moeilijk om zo juist op de perfecte plaats het vast te krijgen.
En met hand was ook heel moeilijk om te maken, want we moesten een grote hebben waar dat al die koperdraadjes en uiteinden goed in konden. En dat was wel moeilijk. We zijn begonnen met nadenken over wat dat we zouden doen. We wilden iets doen met muziek, maar we wisten nog niet direct wel. We wilden eerst een instrument maken, want dan dachten we aan een notenbalk en dan hebben we een notenbalk gemaakt. Het was eigenlijk wel heel moeilijk om alles zo heel juist te krijgen, maar het is toch redelijk gelukt. Ja, we hebben ook eerst een stukje in onze gedachten gehad, een muziekstukje, want we wilden wel iets doen dat echt muzikaal klopte, maar we zijn uiteindelijk niet echt zo ver geraakt. Ja, er is nog een leeg deel dat eraan hoort, met nog nootjes. Ja, we zijn dus niet zo ver geraakt, maar we hebben wel een beetje muzikaal. Allee, zo bijvoorbeeld hier die 2-2, dat is de maatwijzer en zo, en voortekening. Dat vonden we wel belangrijk, want anders was het zo alsof dat we gewoon een paar nootjes op vijf lijntjes hadden. Dus dat was wel een beetje stom dan. Het was ook wel moeilijk om de noten heel juist rond te krijgen. Ja, we hebben voor een notenbalk gekozen omdat als we een instrument zouden doen, dat was dan natuurlijk weer een beetje discussie over welk instrument we dan zouden doen. En gezien dat we allemaal wel een beetje een muziek graag doen of muziek willen doen, was dat een hele goede overeenkomst. En het was ook echt leuk om te doen. Het moeilijkste was wel solderen. Daar zat wel veel werk in, maar je kon het ook zeker niet alleen doen. Dus er waren zeker twee mensen voor nodig, voor alle stukjes juist aan elkaar te kunnen doen, want dat was toch wel heel moeilijk. De solsleutel bijvoorbeeld hier was ook niet makkelijk om mooi in de juiste vorm te krijgen. Maar dan heeft Miranda zo wat wringen en zo, en dan is dat toch goed gekomen. We zouden het ook wel graag afgemaakt hebben, maar het was wel heel moeilijk om echt alles erop te krijgen. Ja, en alleen zou het zeker niet gelukt zijn, want er waren ook wel een paar noten en tekens waarbij we zeker met vier moesten zijn. En ja, ik zou ook met soldeerbout en koperdraad thuis direct beginnen, maar natuurlijk niet alleen. Het is een beetje moeilijk. Ik vond het wel leuk om zo in een groep te kunnen werken, want ik vond solderen zelf en ja, het werk maken ook heel leuk. Alleen gaat dat natuurlijk niet, maar zo, als je dat zo in een groep doet, is dat ook gewoon leuker om zo samen erover te kunnen nadenken en zo soms een beetje te discussiëren om te zeggen van, ja nee, ik wil dat liever. En dan kom je op betere ideeën door ja, andere dingen te horen van andere personen. Dus het is wel moeilijk om te solderen, maar je moet dus ook heel goed oppassen dat je vingers niet verbrandt. Ja. Ik vond wel dat we een leuk groepje waren en dat we toch allemaal blij waren met ons groepje en dat we echt plezier gehad hebben met solderen en zo. Ja, het was heel leuk om samen te werken. Ja. Okay. We hebben een mier gemaakt. Dat was de bedoeling dat we ook een katapult zouden maken en die mier daar op te zetten, maar daar hebben we geen tijd voor gehad. Ja, het was vooral heel moeilijk om die grote stukjes aan elkaar te solderen. Want die bolletjes die hebben we dan gemaakt met heel fijne koperdraad. We hebben zoveel soldeersol nodig gehad om die bolletjes aan elkaar vast te maken dat het lijkt of onze mier een harnas heeft. Ja. Van onze katapult is er nog niet veel gekomen. We hebben al wat wielen en alle onderdelen, maar alles moet nog aan elkaar gesoldeerd worden. De poten waren ook redelijk moeilijk, omdat die er vaak afvielen en dat die heel dicht op elkaar staan ook. We hebben een notenbalk gemaakt. Dat was niet makkelijk. Ja,
We hadden eigenlijk eerst geen idee over wat we zouden doen. En dus hebben we naar in de doos gekeken. En daar hebben we een tijdmachine gevonden, maar die was kapot. Dus we hebben die eerst hersteld. En daarna zijn we naar de tijd van Mozart gegaan. En we hebben gevraagd aan Mozart, wat moeten we maken? En die was eerst op zijn piano bezig. En dan zei hij uiteindelijk, maak een notenbalk voor mij. En ja, dan hebben we dat gemaakt. En we hebben uiteindelijk ook beslist dat we een paar muziekinstrumenten daaraan gingen hangen die dat kunnen bespelen. Het zijn allemaal snaarinstrumenten, want andere instrumenten waren een beetje moeilijk om na te maken. Er waren ook moeilijke dingen aan. Eerst was het wel moeilijk om die dingen aan elkaar te solderen. En ja, dat was warm en ja, je kon er snel aan verbranden. Zij heeft zich 3 keer verbrand. Je moest echt samenwerken om dat te maken. Er waren veel mensen nodig. Bijvoorbeeld aan deze noot hebben we met z'n allen aan gewerkt. Ja, die snaarinstrumenten die zijn nog redelijk goed gelukt. Maar ja, die muzieknoten waren toch het moeilijkste om dat eraan te solderen. Omdat die zo klein zijn. Ja, we hebben ook... Je hebt geen één muziekinstrument gemaakt, hè? Dan weet je ook niet hoe moeilijk dat is. Of hoe gemakkelijk dat is. Dat passen, hè? Ja. Dan kan iemand die er wel mee bezig geweest is, eruit hebben oefenen. Goed. De snaren waren, die zijn heel fijn en dat is moeilijk om er aan te maken. Terwijl dat die noten, die zijn wat dikker en dat is misschien sommige noten, bijvoorbeeld zo die enige noot, ja, die is gemakkelijker om eraan te doen, omdat je maar 3 delen hebt om vast te solderen. We hebben leren strippen met fijne draad. En dan ook leren solderen. Het soldeerbod was warm en we hebben ook ontdekt dat wij dat niet met onze handen mogen vasthouden. Over het project zelf, wij mochten eerst zelf een groepje gaan kiezen en daar dan samen bij zitten en ja, over ideeën denken. En ja, daaruit hebben wij geleid van, we gaan een notenbalk doen met instrumenten eraan. Je kan het zeker niet alleen doen, want je hebt altijd wel hulp nodig van iemand anders. We zaten daar soms met 3 vast te houden en dan hadden wij soms ja, nog iemand nodig. Maar dat was wel leuk. Ja. We hebben leren samenwerken, want eerst hadden wij daar wel moeite mee. Want ja, wij twee... Iedereen wel iets anders. Wij twee maakten steeds ruzie om te solderen. En ja, uiteindelijk hebben we leren samenwerken. Ja, dat moest wel. Van al die noten moet je... Maar meer dan 1 zijn. Wij twee hebben de notenbalk gemaakt en zij de noten en de instrumenten. En samen hebben wij de noten eraan gesoldeerd. En de muziekinstrumenten eraan gehangen. Tot dit geheel. Wij hebben een vliegtuig gemaakt. Wij waren daarop gekomen. Wij vonden dat allemaal wel plezant. Ik vond het wel moeilijk met die dikke draad, dat was moeilijk te solderen. Dat duurde wel lang voordat dat warm werd en brok wel soms rap af. En we hadden ook zilveren draad en daar konden we moeilijker mee solderen. Dus daarmee hebben we op zoek moeten gaan naar andere draad. En het was redelijk plezant. Ik vond het wel plezant, want we moesten eerst even werken en dan kregen we zo'n heel mooi resultaat. We hebben ook 12 keer moeten sorteren, waarvan de meester een klein beetje heeft geholpen. En dat was wel tof. Ik vond het wel leuk. Dat vliegtuig, het idee was ook leuk. Maar we hadden wel wat problemen met solderen, dat ik al gehoord heb. We hebben een windmolen gemaakt van koperdraad. Ik vind zo dingen leuk. Het moeilijkste stuk was dit stuk, want u ziet ook hier... Dat is allemaal zo mislukt. En dat is ook moeilijk om dit te maken, want dat is hard. En dat heb ik gemaakt om dat steviger te maken. Maar hier
als we dat deden, dat ging vaak los. En daarna moesten wij dat vele keren opnieuw maken. Goeiedag mensen, ik heb er even van genoten. En we hebben een windmolen gemaakt, zo te zien. En het was wel de moeite waard, want ik heb er even van genoten. Het solderen was wel leuk, maar ik heb er wel een paar keer verbrand. Maar dat was ook niet zo erg. Ik vond het leuk om te solderen. Want de windmolen, dat leek mij wel leuk. Ik heb mij ook een paar keer verbrand, maar dat deed niet zoveel pijn. Ik vond het ook heel plezant, vooral dat solderen en zo. En zoals je ziet, kan het ook draaien. Maar dat draait wel, als je dat snel draait, nu is het een beetje moeilijk, dan draait dat wel veel. Noah, die eigenlijk het ontwerpen, het tekenen, Wart, die trok de draad recht en die stripte. Ik soldeerde en Victor, die hield vast. En iedereen, denk ik, behalve Wart, heeft wel een paar keer zijn vingers verbrand. Ik bijvoorbeeld, kun je het hier nog zien. Voornamelijk Victor hier heeft vaak zijn vingers verbrand met het helpen van Victor. Maar ja, dus we hebben redelijk wat klaar gekregen, behalve die propeller hierboven. Dat is niet echt gelukt. Die heeft er wel veel aan gehangen, maar we hebben hem er altijd afgeduwd per ongeluk. Ja. Dat hebben we allemaal ongeveer wel eens gedaan. Ja. Behalve wat, dus die heeft dat niet gedaan. Jawel. Echt? Ja. Oh, dat weet ik dan niet meer. Maar het was wel leuk om te doen. Het probleem is ook, als je hem loslaat, dan valt hij ook. Dat is los. We hebben hier een paar voetjes aangebracht, maar ze moesten blijkbaar nog iets groter. De rollen, zoals ik dus al zei, werden niet altijd even goed verdeeld, maar het is wel gelukt, want eerst wou ik solderen, maar dat lukte dan niet. En Victor had dan een keer geprobeerd, een paar keer, en toen hebben we gezegd van ja, we laten Victor solderen. Bart, die vond het dan weer leuker om te strippen. Werk je alleen. Maar je bracht dan altijd ladingen met draden. Ook die rondes hier hebben we gemaakt met op een houten plaat allemaal vijzen te zetten en daarna de cirkel er rond te maken. Dus ja, vindingrijkheid, zal ik maar zeggen. Ik denk dat Victor zelf niet echt veel zijn vingers heeft verbrand, hè? Nee. Dus dat hebben we ook geleerd, niet te vaak je vingers verbranden. Niet echt fijn. Het was gewoon door dat vasthouden, de koper geleidde die warmte en dat werd warm. En als ik dat dan bleef vasthouden, verbrandde ik mijn vingers. Wat hoort van een tang? Ja, dat heb ik een paar keer gezegd om die tang te gebruiken voor alles vast te houden. Maar ja, echt geluisterd werd er niet, dus ja. Communicatie was een beetje moeilijk. We zijn op het idee gekomen van een camera, een beetje door mij. Want dat is eigenlijk mijn droom om regisseur te worden. En daarom ben ik al heel veel naar camera's aan het zoeken geweest en zo. Maar we wilden niet zo normaal een nieuwe camera doen, want dat is veel te moeilijk. Dus we zijn gegaan voor een oude bak. En we hebben dan zo'n oude bak gemaakt. We hadden wel wat problemen met het statief, maar die zijn uiteindelijk toch gelukt. Half en half. Wat ik graag leuk vond, was het strippen en het solderen. Ook al ging het solderen niet zo heel makkelijk, toch hebben we er iets moois van gemaakt. Het idee zelf vond ik ook wel zeer creatief om een camera te maken. Soms mislukte het wel het solderen, maar het is wel goed verlopen. En ik vond het ook zeer leuk. Hallo, wij hebben een vliegtuig gemaakt. Wij waren daarop gekomen. Wij vonden dat allemaal wel plezant.
Ik vond het wel moeilijk met die dikke draad. Dat was moeilijk te solderen. Dat duurde wel lang voordat dat warm werd. En brok wel soms rap af. En we hadden ook zilveren draad. En daar konden we moeilijker mee solderen. Dus daarmee hebben we op zoek moeten gaan naar andere draad. En het was redelijk plezant. Ik vond het wel plezant, want we moesten eerst even werken en dan kregen we zo'n heel mooi resultaat. We hebben ook 12 keer moeten sorteren, waarvan de meester een klein beetje heeft geholpen. En dat was wel tof. Ik vond het wel leuk. Dat vliegtuig, het idee was ook leuk. Maar we hadden wel wat problemen met solderen, zoals je al gehoord hebt. We hebben in het begin geleerd dat we moesten solderen. En ik had dat ook voordien nog nooit gedaan en dat was wel tof. En we moesten ook veel langer de soldeerbout tegen de draad houden, omdat dat dik een draad was. Dus dat duurde wel even. Het strippen, dat was ook wel... Ja, dat had ik ook nog niet gedaan. Dat was ook wel plezant om dat te weten en zo.